Ja, hallo en welkom bij Boos, waar wij jouw problemen oplossen. En deze week een zaak over de verdeling van de opbrengsten van een hit van YouTuber Ronald. Ik ben hier superleuke tijd gehad en op het moment dat er betaald moet worden, dan laten ze me allemaal vallen. Want dat is namelijk niet helemaal eerlijk gegaan. Ik heb een mailtje van Boy gekregen dat ik gewoon naar die 25% kan fluiten. En de gedupeerde, dat is Dirk. En Dirk, jij bent boos, hè? Ja, dat kan je zeggen, ja. Goed, dan gaan wij voor jou aan het werk. Hallo Dirk. Hey. Tim. Dirk, jij bent hartstikke boos. Super. Ja, nou, het is een vervelende zaak, toch? Het is een vervelende zaak. Daar is het helemaal... Ja, daar is het gewoon. Ik denk dat ik naar mijn beste kunnen gewoon alles heb gedaan. Ja. Zullen we eerst uitleggen waar het over gaat dan? Ja. Zing en dan jij nog een stuk. Even dan maar goed. Dirk, even vanaf het begin. Jij hebt video's en muziek gemaakt met een andere YouTuber die heet Ronald. Ja. 10 en 8,4. Mijn meesterwerken. Ja, jouw meesterwerken, ja. Ik ben blij dat jij het zegt. En misschien moeten we even laten zien. Dat gaat over deze video's op dit kanaal, over deze YouTuber. Let op. Ja, we hebben het hier dus over Ronald Vledder. Een YouTuber die vooral bekend is geworden met gamevideo's. Hij heeft 911.000 abonnees op zijn YouTube kanaal. En naast gamevideo's heeft hij ook wat nummers opgenomen. Waaronder dus met Dirk. Dat gaat om Die Verdomde Buurman. En die heeft 10 miljoen views. Die verdomde buurman. En Agent 8008 met 8,4 miljoen views. Ik ben Agent 8008. De manager van Ronald, waar Dirk vroeger voor werkte, heet Miranda Huibers. Ja, dit is er. En zij runt het bedrijf For All Levels. Een bureau dat voornamelijk gamers en YouTubers bijstaat. Dus jij werkte bij Miranda, ja. Bij het bedrijf. Je hebt meegeschreven aan dat eerste liedje, 10 miljoen views. Maar omdat jij daar in dienst was, dat is even het korte verhaal, precies. Kreeg je daar geen euro's voor. Heb jij vrede mee in principe? Of vind je dat nog steeds vervelend? Ik vind het vervelend omdat er afspraken zijn gemaakt die zij ook niet na zijn gekomen. Ook op dat nummer. En dan is er nog een liedje. Ja. En dat is Agent 8008. Ja. En daar zijn 8,4 miljoen views op gepakt. Ja. Daar heb jij ook aan meegeschreven. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, de tekst. Ja, ik heb het verhaaltje... hij geeft input wat hij wil, hoe het verhaaltje wil. En ik maak zorg dat het rijmend is en klopt. En heb ik gedaan. Dus je hebt gewoon meegeschreven. En begeleid. Aan en de jongen begeleid. Muzikaal begeleid. Muzikaal begeleid. Ja, nou, alles. Jullie dachten dat het eerste project goed geslaagd. Het tweede project, we doen nog een keer zoiets. 8,4 miljoen views. Mm. Daar is een verdeelsleutel gekomen. Is zeker. Namelijk... 50% voor Ronald, 25% voor Dezers, die zitten ook in die video, en 25% voor jou. Voor mij. Daar heb jij hoeveel euro van gekregen? 0 euro. 0 euro. Ja, en dat is hetgene wat mij stort, want dat heb ik ook met Ronald, want ik heb eigenlijk gewoon... Maar daar heb ik gewoon afspraken voor gemaakt en die komen zij gewoon ook niet. We gaan straks even alle details vertellen, maar denk ik, hè, want het gaat over Spotify-inkomsten, gaat over YouTube-inkomsten. Gaat over van alles, liedjes gebruik ik voor een reclame. Ja, man. Daar heb jij dus geen inkomsten over gekregen. Nee, terwijl in die mail staat, 25% is voor jou. Ja, en ik zit er al een jaar om te vragen. Ja. Het is ook niet dat Nee. Nou, even aan wie heb je dat allemaal gevraagd? Eén, aan? Aan Ronald zelf. Die heb je doorgestuurd naar? Zijn broer, Boy. Boy, die zegt... Ja, ik weet niks van afspraken. Nee. Zoek het maar uit bij Nigel. Bij van Nigel, Spotify. Ja, en daar ben ik nou over 6 maanden mee aan het appen. En Miranda? Miranda hoef ik niet meer te spreken, maat. Kijk, ik heb... Die heeft jou de eerste keer erin geluisterd. Ik ken haar vanaf 2012. Je kent zo iemand, ken je 9 jaar. Ja. 10 jaar. Nu 11. En weet je, er gaan heel veel dingen gaan in het begin goed. En op een gegeven moment, weet je, je vertrouwensrelatie en je doet dingen. En dan is, weet je, ken je liever kwijt dan rijk, maat. Dus je hebt de hele rits aan communicatie, die hebben we ook gelezen met Ronald, Boy en Nigel. En die zeggen allemaal, Ronald zegt, ik weet niet wat ik moet doen, ik raak in paniek hiervan. Ja. Boy die zegt eigenlijk, moet je niet bij mij zijn. Nigel zegt, ja god, ingewikkeld, want Spotify-inkomsten... Want het is zo lang geleden. Ja, dus dat is allemaal niet fraai. Nee, het is echt, nee. Vraag is nu, hoeveel geld krijg jij ongeveer, denk je? Ik heb echt geen idee. Nee. Ik heb echt geen idee. Ik wil, wat ik nou heel graag wil, want ik wil door. Maar ik zit ook in de industrie, weet je, de kleine wereld. Ik ben naar mensen gaan verhalen. Kijk, ik ken nergens terecht, nee. Ik ken nergens. En ik wil gewoon die cijfers kunnen laten zien. Ja. Kijk, je krijgt zoveel abonnees als je een liedje van Dirk wil. Hoeveel abonnees zijn erbij gekomen sinds je liedje? Dat weet ik dus ook niet. Ik heb het 1 keer gevraagd en volgens mij ging het om 40, 50.000 abonnees op 1 liedje. Ja, maar volgens mij is dat ook nog onderschat. En als ik om analytics vraag, dan wordt het gewoon met... krijg je gewoon een deksel op je neus. Ja, ik snap het. Dat is vervelend. Maar...
ik heb dus ook onkosten gemaakt. Kijk, voor die clip, hè, er zit een plank in. En ik ben voor naar de gamma geweest. De site betaald, dus pizza. Ik doe het allemaal. Het is allemaal prima. Je hebt een huisje gehuurd? Ja, ik heb een huisje gehuurd. We zijn naar de Centerparks gegaan om het op te nemen. Hoeveel kosten heb jij ongeveer gemaakt? Ah, 750 euro om en nabij. Want er is ook dus nog, want dat vergeet ik dus ook, want ik heb het ook allemaal laten liggen. Maar wat hebben ze vorig jaar gedaan? Zijn ze een hele campagne met mijn nummer begonnen. Ja, dat vind ik dan ook, weet je. Dan denk ik, waar gaat dit nou weer over, jongens? Jullie weten dat ik daar pist om ben, want het is ook geen geheim voor hun, hè? Dat ik hier boos over ben. Nee. En dan gaan ze me zo, weet je, dan ben ik al van een vorig jaar mee bezig en dan gaan ze gewoon een campagne doen. Wat een naaie reis, zeg. Maat, dankjewel. Ik ben overal heen geweest en iedereen zegt, ja, denk ik, ja, en niks te zeggen. Ik zeg, ah, god, ja, dankjewel. Tjolot, ik ben heel blij mee. Jij bent blij mee. Ja, 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 ja. Wat verwacht je nu van ons, Dirk? Nou, ja. Met je strakke volzinnen en je weinige omwegen in je tekst. Ja, poëet, hè? Nee, maar het is ook gewoon vervelend. En ik, het is ook echt vervelend, ja, het begrijp is echt, ik. En ik. Wat verwacht je van ons nu? Nou, wat ik verwacht, ik wil gewoon een goed gesprek met Ronald. Ik wil heel graag, want hij heeft eigenlijk 1 miljoen abonnees. Jongen, hoe beter is het als van, kijk, de buurman een ding is, dit is er gebeurd, oké, okay, voilà, laten we gaan. Ja. En we gaan gewoon lekker door. Dus en dan kijken we wel verder, weet je wel, wat dus, hij zegt. Even ik ben dus onder de sleep. Ja. Ja. Onkosten terug voor liedje 1. Credits voor liedje 1. Ja. Voor liedje 2 wil je dus 25% op alles. Ja, 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 ja. Daar heb je recht op. Ja, daar heb ik recht op. En in die mail staat namelijk 25%, dat wordt niet gespecificeerd. Nee. En ik wil eigenlijk ook alle analytics van allebei. Analytics van allebei, ja. En een goed gesprek met Ronald. Ja, en het liefst gewoon vrede en dan... Vrede. Dan ben ik weer blij en dan gaan we weer lekker muziek maken. Zullen we dat maar eens gaan doen dan? Ja. Let's go. Eerst even de details, tekst en uitleg, daar gaan we, let op. Goed, even samengevat. Dirk wil dus erkenning voor zijn bijdrage aan de nummers, zijn onkosten vergoed en vooral zijn inkomsten van het nummer Agent 8008 ontvangen. Want er is hier per mail afgesproken dat Dirk 25% van de opbrengsten zou ontvangen. Maar als Dirk begin dit jaar contact opneemt met Ronald, zegt Ronald dat Dirk alleen Spotify-opbrengsten kan krijgen. Hij mag een factuur sturen van 750 euro naar Ronalds broer Boy. Nou, die Boy die zegt bijvoorbeeld dat de YouTube-opbrengsten niet heel zijn, komen we straks even op terug, en dat Dirk voor de Spotify-opbrengsten bij ene Nigel moet zijn. Nou, die Nigel zegt vervolgens dat hij de inloggegevens van Spotify niet meer heeft en dat het om weinig geld zou gaan. Maar dat hij bij Dirk zou terugkomen en dat gebeurt dus vervolgens niet. Dus, om hoeveel geld gaat het nou? Dat is moeilijk te zeggen. We proberen erachter te komen hoeveel geld Ronald met het nummer heeft verdiend door ons voor te doen als een student met vragen over YouTube-inkomsten en we mailen dus Ronald met een vragenlijstje. Een paar dagen later plaatst Ronald hier een video over. Hoeveel verdien je met YouTube? Ga ik het doen? Oké, jongens. Ik heb deze maand met YouTube 6,7k verdiend. Juist. En wat zegt hij over die video van Agent 8008? Die clip was insane. Het liedje was insane. De inkomens, boom. Het was een dure clip, hij heeft 10.000 euro gekost. Maar ik heb het terugverdiend met die video. Een ander verhaal dan Boy had dus. Nou, naast de euro's gaat het bij Dirk ook om credits en vertrouwen. Hij had namelijk gehoopt dat dit met vrienden anders zou lopen. En daarom gaan we eerst langs bij Ronald om even naar zijn kijk op het verhaal te luisteren. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Nou, zullen we gaan rijden? Dirk zit daar. In de auto. Is je zo klaar voor? Dirk is fucking ready. Dirk! Ben jij er klaar voor? Hij was born 2 weken geleden. Oké, dan gaan we. Is goed. Goed, op naar Ronald dus. Het adres dat we hebben is hetgeen waar we denken dat hij werkt. En omdat Dirk niks meer gehoord heeft en de zaak zo lang en slepend is, besluiten we daar maar langs te gaan. Weliswaar met een witte vlag. Waar gaan wij heen? Naar zijn huis? Ja, waar zijn... want hij heeft verder geen ander adres. Zijn bedrijf staat daar ingeschreven. Ja, zijn bedrijf staat daar ingeschreven. Zullen we er eerst even langs rijden dan? Ja. Oké, even opletten. Welk nummer? Welk nummer? Is die? Is die? Rij maar door, rij maar door. Ik moet er niet nu al vast staan. Hier woont hij wel, zegt Ja. Hé, luister. Ronald woont daar. Ben je er wel eens geweest? Zeker, vaak zat. Woont hij daar alleen? Nee, met zijn ouders. Oh. En met Kelso, zijn hond. Ze hadden ook echt gewoon een goede relatie. We zijn ook allemaal heel de wereld over gegaan, hè? Ik ben met ze mee naar de leeg gegaan, allemaal voor niks. En uiteindelijk krijg je gewoon een deksel op je neus en je hebt niks. Ja, het is echt, ik weet niet, ik denk dat Ronald gewoon zelf, ja, is ook natuurlijk een manneke. Maar ja, heel zenuwachtig.
Ah, dat wordt wel straks. Dus dat vind ik gewoon heel vervelend. Dus hij heeft gewoon iemand in zijn oor die gewoon slechte invloed is, denk ik. Hoezo heeft deze jongen van 9 nu al een krat bierfiets? Zo nonchalant. Kiel komt net van de judo met 12 pils op zak. Ja, hij is die guy die je moet bellen voor je groep 8 musical als je nog wat pep wil om de nacht door te halen. Nou, na elkaar een goede tijd niet meer gezien en gesproken te hebben vanwege deze zakelijke clusterfuck, gaan de twee oude vrienden elkaar nu misschien toch weer zien en hopelijk komen de heren er dan uit. Oh, dat is Kelso. Ik hoop dat het allemaal niet komt, jongen. Yo! Hey! Yo! Hallo! How you doing? Goed, met jou? Hey, aangenaam. Hallo, Ronald. Nou, daar is Dirk. Hey, Dirk. Hey, hallo. How you doing, man? Ja, goed. Met mij is het allemaal prima. Hallo, Ronald. Luister, wij willen het graag even met jou hebben over inkomsten, over een bepaald liedje. Ja, sure. Je voelt erbij al hangen, denk ik. Ja, dat is een beetje schrik voor me. Ja, dat snap ik. Nou, eigenlijk zijn wensen is vooral een goed gesprek eventjes. Ja, ja. Dus dat is dat. Ja, dat sta ik zeker over. Dat willen we doen. Als je zegt, ik loop even mee naar buiten. Ja, sure. Zullen we dat even doen? Even wachten. Ik weet het. We gaan het gewoon even uitpraten vandaag. Ja. Oké. Okay. Komt goed. Doe ik even de deur dicht, hè? Ja, natuurlijk. Doe dat. Ja, Matje, man. Godverdomme. Moet dat nou zo... Dat is toch helemaal niet nodig? Zullen we vandaag gaan staan? Is dat een idee? Sorry, man. Maar ben ik nog wel rustig. Hè? Je bent rustig. Wij ook. Ja. We komen hier niet opvreten. Nee, man. Dat is ook mijn zorg. Dan gaan we later bij je manager doen. Ja, hou even adem. Ja. Volgens mij ben jij geen kwaaien, toch? Nee. Ik ben de rustigste. Nee. Rustig. Ja, ik ga hier. Hij is veel te groot. Hè. Ik wil nog laag staan. Okay. Nee, dan moet je wel in midden staan. Dan moet je wel Oké. Nou, het is volgens mij een duidelijk verhaal. Ja. Het gaat ja. over twee liedjes. Het eerste liedje dat is volgens mij tussen jou en Miranda. Ja, dat is tussen mij en Miranda. Dus tussen jou en Miranda. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat over credits en 750 euro onkosten die hij heeft gemaakt. Ja. Tweede liedje. Zeg je? Agent 808. 808, 8,4 miljoen views. Ja. Knap gedaan. Daar krijgt hij nog 25% van. Okay. Nou, heeft hij 0 euro gehad nog. Mm-hmm. En wat wij wel weten is dat er geen specificatie bij zit. En dat er gewoon is gezegd 25%. Yeah. Dus Spotify, YouTube, reclameinkomsten, whatever daarmee verdiend is. Yeah. We hebben het ook voorgelegd bij juristen. Die zeggen hij heeft inderdaad recht op geld. Oké. Ik denk dat de allereerste vraag misschien is even hoeveel geld is daar nou aan verdiend? We hebben je YouTube-video gezien natuurlijk. Ik weet ongeveer 15.000, maar 10.000 met kosten. Ja. En dat dus is op YouTube-inkomsten? Ja, YouTube-inkomen. Ja. Spotify weet ik zelf niet, daar ga ik niet over. Ja. Maar YouTube is 15.000 ongeveer. Dat kan ik zelf niet terugzien omdat het in 2020 gereset is. Ja. Maar van 2020 tot 2023 staat 1500 euro. Ja. Dan is er nog de reclamecampagne. Escape Room, ja. Ja, je weet dat is ook, ik snap ook niet waarom Miranda dat doet, snap je? Ze weet dat ik er gewoon heel ontevreden over ben. Mm-hmm. En dan ga je gewoon vorig jaar een campagne doen. De agent 808 Escape Room is gegaan via Istio. Ja. Ze hadden ons benaderd of wij het wilden doen, omdat een van de oprichters, de kind, was fan. Ja. Dus en daar ben ik toen mee in zee gegaan, inderdaad. Ja, maar dan, snap ik, je weet dat ik daar allemaal een beetje... Snap je? Ik heb ook mijn wrok is ook niet in jou, maat. Je hebt die video's gemaakt in L.A. Zeg je, dit is de mooiste week van mijn leven, maat. Je hoeft me maar te bellen. De diss track tegen Thomas de Sapper. Ja, en ik denk hier, die besef zo gaat in Minecraft 2. Ja, en ik doe dat allemaal met plezier en liefde. Yeah. Maar op een gegeven moment, houd het een keer op. Als iedereen verdient, dan wil ik ook mijn stukje taart. Ja. En daar heb ik echt naar gevraagd, weet je wel. Omdat Griesje met Miranda heeft ze gewoon de deksel op mijn neus getrekt. Waarom ik niet voor agent 808 Escape om Dirk heb gevraagd, was toch wel omdat het toch wel een lastige situatie tussen ons zat. Ja. Ja. En dan zit ik zo van, moet ik hem dan vragen of iets in die richting? Ja. Ik snap dat hij baalt, maar het werk gaat buiten gewoon wel gewoon door. Of klinkt dat raar? Nou, maar het is voor hem ook werk. Ja, het is voor mij ook werk. Dus wat heb je verdiend aan die Escape Room? Dat weet ik niet, dat doet mijn broer, die doet mijn boekhouding. Oké. Dat weet ik zelf niet. Heb je een schatting? De eerste jaar, gewoon 1000 euro per maand. En dan heb je nog inderdaad gewoon de tickets die er worden verkocht. Dat is fors geld. Percentage. Dat is fors geld, toch? Ja. Met een idee waar hij aan mij bijgedragen heeft.
Vind je dan dat hij daar ook recht op heeft? Ik weet niet, ik zie dat wel als een vak apart natuurlijk. Omdat dat wel een andere partij die ertussen zit. Want ja, hij heeft wel een beetje door Agent 808 het liedje geschreven. Maar de brand heb ik zelf verder gedaan. Had daar niet een deal voor moeten komen dan? Wat doe je? Nou, kijk, hij heeft een 25% deal op, ja, op de muziekinkomsten voor die clip. Maar daarna is er iets waar hij ook aan gebouwd heeft, is eigenlijk gebruikt om nog meer geld te verdienen. Dus zou het ver zijn als hij daar een percentage op had gepakt? Daar ga ik zelf niet echt over. Dat vind ik wel lastig. Nee, ik vraag jouw mening. Dat weet ik nog niet. Dat weet ik echt niet. Als ik het mis heb, ben ik gewoon een persoon die gewoon betaalt natuurlijk. Ja. Dus als het gewoon echt allemaal gewoon puntje tot paaltje is gekozen, ja, dan kan niet mij factureren. Kan mijn broer factureren. Heeft mijn broer ook tegen Derek gezegd inderdaad. Ja, maar we moeten wel weten. Kijk, er zijn een paar dingen. We moeten natuurlijk wel weten hoeveel inkomsten het gaat. Er is geen deal gesloten die alleen Spotify behelst. Dat is helemaal nergens gezegd. En logischerwijs is dat ook waar hij niet van uit is gegaan. Dus volgens mij kunnen we dan nu de deal sluiten dat jij je hart maakt voor hem misschien ook. En zegt van nou, in ieder geval Spotify en YouTube, dat zijn gewoon, daar wordt gewoon verdeeld. Het was sowieso afgesproken, de clip gaat eerst, dus 10.000 euro. En dan komt bijvoorbeeld het, ik heb daar ook nog waarschijnlijk nog de facturaties van. Dus dan kunnen we het zo uittrekken. Weet je, ik ben hier... Jij baalt, ik denk, hè? Ja man, ik baal, man. Weet je zo verdrietig wij, dat je boos bent. Ja, dankjewel. Want we hebben veel gedaan, we hebben leuke dingen gedaan, superleuke tijd gehad. En op het moment dat er betaald moet worden, dan laten ze hem allemaal vallen. Allemaal. Ja. Snap jij zijn ja, en dan is het gewoon. Ik snap zijn frustratie, maar ik heb expres, om toen Derek me had gecontacteerd, zat ik net in best wel een lastige tijd met psychologen, angst en depressie en zo. Ja, dus toen heb ik hem inderdaad naar Boy gestuurd, mijn broer. Ja. En die zou het dan afhandelen. Als Boy heeft toen gezegd, als het in het contract zit, alles, dan heb je gewoon het recht. Dan mag je facturatie. Ik ben daar niet de moeilijkste in ook niet. Maar dat snap ik ook wel, dat hij daar wel gewoon moeite mee heeft. Ja. Want sindsdien is wel gewoon het contact verwaterd / weg. Ja. Ja man, ik vind hoe ook gaan we dit nu oplossen? Want dus inderdaad, dan Spotify en YouTube-inkomsten, daar krijgt hij een percentage bij. Zijn kwart over dan? Als dat volledig zwart-wit is, sure. Ja. Ja, we hebben de mail hier waarvan staat 25%. Oké. En daar staat geen specificatie alleen Spotify bij. Okay. Dat staat daar niet bij. Als het geen Spotify alleen bij staat, ja, dan heeft hij gewoon het recht. Ja. Ja, Miranda heeft gewoon de vertrouwensrelatie tussen ons, heeft ze misbruikt om mij gewoon te naaien. Daar is het. Ik ben gewoon genaaid. Nee. Heb jij nog wat nodig van Ronald? Een beetje liefde. Ik knuffel. Nou, dan zijn we er het toch. Het spijt me als we het toch. Nee, ja, wat je zegt, het komt goed. we hebben oorkonden, namelijk de... Ik ben agent 808, een zak die Dirk gaat moeten betalen. Jij moet gewoon betalen, jij. Doe jij nou eens op. Wat vind jij? Is die voor jou of is die voor je manager? Nee, ik ben agent 808. Dus dan is die voor jou? Ik neem hem wel met trots aan. Ja? Okay. Ja, ik neem hem met trots aan. Hang hem boven je bed. Nou ja, ik zal een mooi plekje geven in de studio, oké? Okay? Ja, we zien het wel verschijnen op je YouTube-kanaal. Ja. Yeah. Dan maken we voor Miranda een nieuwe. Akkoord, doen we het zo. Nou, fijne dag nog. Ja, jij ook. Jij ook. Kom even op adem. Doei, doei. Ja, dat was Ronald zelf. Hij zegt dus, Dirk moet krijgen wat hij verdient. En dat is een goed fundament voor het oplossen van deze kwestie. Maar voor de uiteindelijke betaling moeten we blijkbaar bij iemand anders zijn. En dus proberen we het bij zijn manager Miranda. En we gaan op zoek naar haar, waar haar bedrijf voor al levels zit. Hey, wat deel hier? Doe maar de camera even omlaag, Bart. Jij weet waar het is? Denk het nog wel, zo geleden. Lopen. Ja, daar is het volgens mij, man. Waar? Zit dicht. Ja, daar achter. Ergens. Nee, er staat volgens mij ook nog een trap. Even kijken of we daar naar boven... Kijk, wacht hier hoor. Ja, volgens mij is het hier, daar de trap op. Daar de trap op? Ja. Dan gaan we daar de trap op. Denk ik. Ergens. Oh, het droge bak is ook. Dacht ik, ja. Dit is volgens mij waar ze zitten. Nu op de eerste. Hier? Volgens mij was het hier. Hier zit Shoulders. Kan de andere zijn. Ja, snap ik. Dat werkt nooit. Zou ik de code scannen? Ben je het erg als ik de deur uit de muur trek? Of is dat... Nee.
is ontzettend leeg. Nou, dan gaan we weer weg. Verbouw later. Ja, goed. Goed, Miranda is niet waar wij wel zijn en dus besluiten we haar maar even te bellen. En dat werd, nou, best een opmerkelijk gesprek. Met Miranda. Dag Miranda, je spreekt met Tim Hofman van het programma Boos. Hallo. Hi, hallo. Wij komen net bij Ronald vandaan. Goed gesprek dat, gehad. Heb ik gehoord, ja. Ja. En ik ben nu onderweg naar hem. Oh, naar hem? Ja, hij is compleet in paniek. Ik weet niet wat er gebeurd is. Nou, niet zoveel. Hij komt niet uit zijn woorden. Oh, wij hebben hier Dirk. Hi Miranda. Hi. En, hi Dirk, dat is lang geleden. Dat is lang geleden, ja, dat dachten wij ook al. En het was als volgt. Dirk die krijgt nog euro's voor het liedje Agent 8008. Dus wij dachten met Boos, dat gaan we eens voor elkaar boksen. En toen zijn we gewoon begonnen bij Ronald, hebben we een goed gesprek gehad. Die beaamde ook, als hij nog euro's moet krijgen van de video of van Spotify, dan moet dat geregeld worden. En dus dachten we, we zoeken nu jou, dus we zijn naar je werk gegaan, maar daar was je niet, want jij bent nu onderweg naar Ronald. Nee, dat klopt, ja. Ja, precies. Ja. Nee, ja, maar ik weet dat, ik heb Dirk, volgens waar ik contact heb gehad, Dirk is... 19 geweest, denk ik, dat we elkaar nog hebben gesproken. Ja, ik heb en ik weet van Ronald dat een paar maanden geleden had jij contact met Ronald. En hoor je dat natuurlijk Ronald zijn administratie, financiële ding. Ja, Boy en Nigel. En ik weet ook dat Nigel... Ja. Want Nigel doet Spotify en dat Nigel er ook mee bezig was. Maar ik zou de mannen even moeten bellen wat de status daarvan is. Miranda, jij zegt ze zijn ermee bezig. Ik heb een mailtje van Boy gekregen dat ik gewoon naar die 25% YouTube analytics kan fluiten. Dus ze zeggen we zijn ermee bezig. Ja, dat is gewoon onzin. Dat is nou alweer onzin. Ja. Ja, maar dat jij ernaar kan fluiten, hoezo kan je daarnaar fluiten? Wie zegt dat? Boy. En ik heb gezegd tegen Boy dat hij die allemaal ook moet zeggen, want ik hoef jou niet meer te zien. Maar ja, nou, als dit niet opgelost wordt, ja, dan doen we het zo. Ja, maar luister, Dirk, dat weet ik toch niet. Ik ben jouw manager niet. Ik verdien geen cent aan dit soort dingen. Dit is YouTube-inkomsten, dat is Ronald. Dit is het enige wat ik weet. Nee, helder. Dit komt bij mij echt heel koud op mijn dak. Ja, het enige wat ik nu heel erg vind is Ronald. Als jij daarop focust, dan hebben we morgen even contact over de details, papieren en de euro's. En dan kan jij daar ook even met een bijgepraat hoofd in zitten. En dat heeft meer zin dan dat we het nu doen misschien. Dan spreken we morgen. En doe Ronald de groeten en het komt wel goed. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Ja, dat snap ik. Heel veel succes en sterkte daar, oké? Okay? Ja, dankjewel. Oké, okay, doei doei. Oké, okay, doei. Goed, we hebben na dit belletje nog even contact met Miranda en Ronald, waarin Miranda in ieder geval zegt, we gaan ermee aan het werk. Voor mij is het nu ook dat we 5 jaar terug moeten. Dus ik ga het zelf ook even chasen en zodra we daar een update van hebben, dan kom ik bij jou terecht en dan schakel ik met jou. En ze geeft wat uitleg over de statistieken die Dirk zo graag wilde. Wij hebben DiviMove als MCM en die zijn in januari 2022 naar een nieuwe BV overgestapt, We Are Era. En vanaf dat moment zijn alle channels die onder hun als MCM vielen daarop overgezet. Dus alle data per video en dergelijke gaan terug tot 20 januari 2022. Ik kan dus nooit meer terugzien wat over al die jaren genomen de inkomsten op de YouTube-video's zijn geweest. En waar Ronald heel schappelijk en begripvol was, probeert Miranda ons van een uitzending af te praten en schermt daarmee vooral met Ronald. Terwijl, het gaat hier gewoon om een zakelijk geschil. De hele uitzending niet online laten komen is heel drastisch, zeg maar. Dat doet iets af van een redactionele autonomie. Maar ook als je zegt wat voor impact het heeft op iemand zoals Ronald nu. Zoals je gezien hebt met dat jullie daar kwamen. En het gaat nog een veel hardere klap zijn als het ook nog werkelijk online staat. Nou goed, daarnaast hebben we nog wat rondgemaild naar betrokkenen. En we kregen wat boeiende antwoorden. Let op. Goed, we hebben Miranda dus nog even gesproken. Dat heb jij gedaan, Charlotte. Ja. Nou, dat ging uiteindelijk vooral over Ronald en niet over Dirk. Nee. En we hebben wel nog wat vragenlijsten eruit gestuurd. Gewoon om even te checken waar is dat geld nou, om hoeveel geld gaat het en wanneer wordt het betaald. We hebben eerst Boy, dat is de broer van Ronald, even gemaild. Die doet de administratie voor Ronald, dat zou zo zijn. Die heeft ons niet geantwoord. Jammer, Boy, had je ook wel kunnen doen. Dat is fijn geweest, maar... Dan is er Nigel, dat is de man die de Spotify-inkomsten en geldstromen regelt in dit project. Die
die vond het vooral vervelend de manier waarop dit nu gaat. Ja. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat is altijd vervelend. Nou, het is ook vervelend als mensen hun geld niet krijgen. Dus dat heft elkaar lekker op. Hij zegt ook dat het moeilijk terug te vinden is van toen der tijd. Ja. Ja. Hij schijnt de wachtwoorden niet meer te hebben. Dat was iemand anders en die is weggegaan. Dat zei hij tegen Dirk en daar zegt hij tegen ons ook nog een paar dingen over. Nou, als mensen naar de maan kunnen is dat vast ook wel terug te vinden. En hij heeft het over geld dat al uitgekeerd is. En dat is volgens hem €754,84. Ja. Ja. Nou, dat is opmerkelijk. Want wij hebben ook Miranda nog een vragenlijst gestuurd. Van joh, dit willen we graag weten. Die heeft uitgebreid teruggemaild. En het allereerste wat opvalt is dat zij zegt... het is een heel ander bedrag wat er uitgekeerd is. Namelijk... €3.005,38 zo uit mijn hoofd. €3.005,38. Ik heb het hier staan. Dus dat is het verschil van een fors verschil. Ja, zo flink wat inderdaad. De vraag is natuurlijk, waar is dat geld dan? En hoeveel daarvan is van Dirk? Nou, als het goed is 25% daarvan van Dirk. Ja. Dat is namelijk wat zwart op wit staat. Dan zouden de opbrengsten van YouTube tenminste €13.229 zijn. Ja, klopt. Dat is ook makkelijk te verdelen. Ja. Ze zegt daarvan wel inderdaad dat er zo'n €9.000 aan kosten vanaf gaat. Wat ik verder opmerkelijk vind is dat er gewoon mails zijn. En dat is eigenlijk, het is zo simpel als dat het is. De verdeelsleutels 50, 25, 25, daar staat niet. Dit zijn alle kosten die we daar eerst vanaf gaan trekken. Dat staat daar helemaal niet bij. En zij komen steeds op, de marketingkosten die moeten eraf. Dat lazen we bij Nigel ook. Allerhande andere kosten. Ja. Dat zal allemaal wel. Maar dat is het risico van degene die het op zich neemt. Ja. Dat kan. En daarom krijgt Ronald ook 50%, denk ik. Dus onder de streep is er gewoon een paar duizend euro te verdelen. Wat dat nou precies is, dat is nog steeds onduidelijk. Maar dat geld moet in ieder geval naar Dirk. Wat ze dus ook lijkt te doen, is dat ze de kosten die gemaakt zijn... twee keer aftrekken. Namelijk één keer van de YouTube-inkomsten en één keer van de Spotify-inkomsten. Ja. Dan blijft er inderdaad ook vrij weinig geld over om uit te keren. Dat is raar. Ja. Dat is gewoon één grote pot met geld. Ja. Daar hou je één keer de kosten van af. En dan verdeel je de rest. Ja, dat zou je wel denken. Daarnaast zegt zij ook, en dat is een beetje vals... Miranda zegt een paar dingen over de gang van zaken en de afspraken. Namelijk, Dirk heeft nooit gereageerd op het voorstel over de verdeelsleutel. Nou, we hebben hier gewoon een mailtje waar hij zegt, 25% is goed. Liever 30, maar 25 is goed. Des Dirks weer met een grafje natuurlijk. Ja, het is heel Des Dirks. Maar het staat gewoon zwart op wit, Miranda. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Nee. En zij zegt, mondeling is dan afgesproken dat het alleen over de Spotify-inkomsten gaat. Ja, dat is ten eerste niet bewijs. Ten tweede staat hier gewoon zwart op wit een verdeelsleutel. Ja. En ze levert dan ook nog mensen aan, of een jongen aan, een goede vriend van Ronald, die zegt, het is mondeling bevestigd. Ja, met alle respect, maar de goede vriend van Ronald... Die een statement na 5 jaar uitbrengt hierover. Na 5 jaar, dat zegt ons niet zo gek veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Ze zegt ook, en dat vind ik ook opvallend, we gaan dus Dirk en Dazers betalen... Ja. 1, waarom nu pas? Ja. En 2, die Dazers hebben hun geld dus ook niet gehad. Nee. Dus het ligt echt niet aan Dirk. Het ligt aan de club van Ronald en Miranda. Ja. In ieder geval fijn dat nu na 5 jaar dat geld betaald gaat worden. Toch wel, hè? Ook 25% voor Dazers. Graag gedaan. Ja. Geniet ervan. En dan is er nog iets over Dirk wilde heel graag een plakkaat. En Miranda zegt, hoezo moeten wij dat regelen? Regel dat lekker zelf. Ja. Ver punt. Zo is het ook. Ja. Lang verhaal kort, Dirk hoort dat geld te krijgen. Er is een handvol duizenden euro's te verdelen aan Dazers, Dirk en Ronald. Dat moet nu gewoon gedaan worden, punt. En er staat nu zwart op wit dat ook dat gedaan gaat worden. Het verhaal over dat het alleen over Spotify-kosten gaat, dat is niet relevant. Nee. Zo staat het niet in de mails. Nee. Dat was de administratie. Het is goed dat we die even gedaan hebben. Een paar dingen. 1, we begrepen ook van Miranda dat Ronald te kampen heeft met wat mentale issues en dat zo'n uitzending als deze daar veel druk op legt. Ronald, dat is natuurlijk nooit onze bedoeling. We vonden het gesprek met jou heel erg fijn. Volgens mij ben je ook een ontzettend aardige vent. En onze volgers, laat even een vriendelijke comment voor Ronald achter. Misschien kan die dat goed gebruiken. Ja. Toch? Over Miranda hebben we inmiddels wel wat andere dingen in de mail binnengekregen. Ja. Die gaan we nog niet brengen. Maar onze vraag is wel, als jij nou denkt, ik heb ook wel zaken gedaan met dit team, bijvoorbeeld van Miranda. En daar zijn dingen geweest die niet kloppen. boos@bnnvara.nl. We vragen het je niet zomaar. Nee. Toch? Geldt ook voor als je boos bent. Überhaupt boos@bnnvara.nl. Hieronder zie je een subscribe-knop. En we willen graag dat je die induwt voor de rest
van onze verhalen. Ja. Dat een goed idee is. Echt fijn voor het zijn. Ja, heel stevig naar de miljoen abonnees. Weet je hoe goed dat staat. Er wordt betaald. Derk, veel plezier met je geld. Dezers, jullie ook veel plezier met je geld. En voor nu, tot volgende week. Goed, Derk gaat dus betaald krijgen. Dat is fijn. Maar we wachten wel nog even af op een totale berekening. En nogmaals, weet jij meer of heb je misschien hetzelfde meegemaakt? Weet ons altijd te vinden. Voor nu, tot volgende week. Ik wil even een sketchje doen. Ik heb confetti bij. En dan moet je, moet je zeggen tegen mij, je moet draaien. Nee. Nee? Je bent toch geen clown, Derk? Ik ben een supergrote clown. Dat is het hele probleem. God, non de jus. Niemand neemt me serieus, behalve als boos word.